Ja, hallo allemaal. Leuk dat je weer kijkt bij RTV Lossen. En zoals je van ons gewend bent, hebben we elke week een studiogast. En nu hebben we een Enschedeze zanger. En dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Die ken ik al jaren en hartstikke goed natuurlijk. Het is niemand minder dan Michael ten Voorde. Ja, dag. Wat een gezelligheid, man. Ja, toch? En dan in de coronatijd. Kom je gewoon even lekker binnen. Je kon het wel vinden, toch? Ja, ik vraag altijd of ze kunnen vinden, want iedereen komt hier voor de eerste keer. Nou, dus, Michael, moet goed luisteren. Als je me belt, kom ik altijd. Maar het was wel even zoeken. Ik heb begrepen dat dit een atoomkelder is. Dus ja, ik zit hier veilig, geloof ik. Zeker, zeker. Dus okay. als er wat gebeurt, dan kun je gewoon hier blijven zijn. Ja, precies. Gisteren geen probleem. Nou, dat is mooi. Top, man. Top. Hey, hoe oud ben je nou, man? 31. 31, man. Ja. Ja, hoor ik dat te vragen? Ja, toch? Ja, dat mag. Het lijkt of je ook 25 als ik ben. Dat, maar je hebt goede Nivea-creme, dat zei je. Ja, precies. Zeker, dat had ik al wel door, ja. Ja. Want toen ik je voor de eerst weer zag, toen dacht ik, god man, je bent niks veranderd. Maar, ja, ik ben jonger dat geworden, is echt goed is. Helemaal geweldig. Hoe is het met de stembanden en alles dan? Maar er is ook een keer een periode geweest dat je in het nieuws stond dat het niet meer goed ging, hè? Dat je niet meer kon zingen of zo, of... Ja, klopt. Ik ben voor 2 jaar geleden alweer ben ik op een gegeven moment in één keer ziek geworden. En kreeg een longziekte. Ja. Dat was natuurlijk even schrikken. Ja. Ik kon ook een aantal weken helemaal niks. Hè. Dan lag je eigenlijk alleen maar op bed. En dat was wel een lastige tijd. En dan komt dat zo opzetten dan? Ja, dat was in één keer. En dat was best wel schrikken. En ook op een gegeven moment, ja, ik zeg nooit optredens af. Maar toen moest ik echt zeggen van ja, het gaat niet. Ja. Ja, dat was even pittig. Ja, want je had echt een opkomst, want je had weer allerlei singles aangebracht. Julia, ja. Droma, echt goede platen ook, echt van kwaliteit niveau, ja. Laten we eerlijk zijn. En ja, toch is het dan weer stil bij jou, op een of andere manier. Ja, dat had destijds daarmee te maken. Ik kon gewoon een tijdje niks. Uiteindelijk eerst gekozen om goed te herstellen. Hè? Om niet te snel weer direct de muziek in te gaan. Want jij weet ook als geen ander hoeveel tijd dat kost en hoeveel energie dat kost. Precies. Dus uiteindelijk rustige tijd ervoor genomen. En eigenlijk ook net weer beginnen met liedjes maken. En ik was alweer druk bezig. Op mijn zolder heb ik een soort van mini-studiootje. Ja, klopt. Dat heb ik een keer gezien dat je live was, hè? Op Facebook. Ja. Ja, dat klonk echt fantastisch. Want ik ben je grootste fan, weet je. Want ik keek gelijk mee. Dus echt fantastisch, man. Nee, maar dat doe je goed, man. Komt dat weer een keer? Ga je dat weer een keer doen? Ja, op dit moment even niet. Omdat ik zit altijd in de muziek en... Daar heb ik altijd een doel voor mezelf. Hè? Ja. Dan stel ik een doel van, nou, daar wil ik over een jaar zijn en dit wil ik over een jaar bereiken. Okay. En die stapjes, die moet je niet te groot maken. Je moet niet zeggen, ja, volgend jaar wil ik in de Ziggo Dome staan, want de kans dat gebeurt is gewoon veel te klein. Ja. Dus die stapjes, die zet ik voor mezelf neer. Ik heb wel een keer een poster gezien of zo, maar volgens mij was dat een 1 april. Ja, dat was een leuke 1 april. Ik ben wel goed op de hoogte. Dat was Ahoy. Ja, precies, Ahoy. Nee, want ik dacht dat het echt was. Ja, oké. Okay, Frank van Etter had het toch ook een keer. Ja, klopt. Maar het had zomaar gekund natuurlijk. Ja, dat had zomaar gekund. Maar laten we gewoon hier theater een keer doen. Dan, dat is toch prima. Dat is ook wel leuk. Dat is leuk. Precies. Stap voor stap inderdaad. Stap voor stap, zeker. Kijk, en dat kan nu niet met corona, dus... Dan wordt het gewoon erg lastig voor mij om mezelf enthousiast te maken. Ja. Ik wil liedjes maken en dan wil ik de mensen dat laten horen. En dat mensen, dat ik de reactie ook voel. Hè. Vaak als je ergens op staat te treden, dan krijg je positieve feedback of negatieve feedback. En dan kun je dan weer wat mee. Ja. Alleen nu, dat is allemaal digitaal online. Het is allemaal zo... Het is echt nu radio, digitaal, YouTube en daar moet je het mee doen. Want je kunt niet bij het publiek jouw eigen muziek overbrengen. En ook natuurlijk niet promoten. Precies. Want het is toch een grote factor om dat op grote festivals over te brengen natuurlijk. Dat is waar ik het liefst ben in ieder geval. Ja, precies. Mensen. Ja, nee, geloof ik echt. Maar wat was nou je laatst uitgebrachte single dan? En wanneer was die daar uitgebracht? Bramberg heb ik denk ik nog gedaan. Dat was eigenlijk voor een vriend van mij. Zo'n Duits liedje was dat, hè? Ja, dat is een vriend van mij die heeft in Oostenrijk heeft hij een heel park met allerlei van die huisjes wat hij verhuurt. En dat zit dan in Bramberg. En hij vroeg van, Michael, wil je daar een liedje voor maken? Want als wij op ski-vakanties zijn, dan vinden we het wel leuk om een eigen liedje te hebben. Ja, precies. Zo gezegd, zo gedaan. Dat was eigenlijk gewoon voor de gein. Ja. En ik denk dat het laatste nummer is die uitgebracht is. Okay. Verder heb ik natuurlijk zelf al wel weer wat liedjes gemaakt. Wat meer voorzetjes. Hè? Van die hoeks weer. Dat je wat dingen neerzet van zo komt een liedje ongeveer eruit te zien. Dus er ligt al wel weer wat klaar. Alleen daar wacht ik gewoon nog even. Wat had jij met Duitsland? Met Duitsland? Ja.
Je had een ambitie om in Duitsland iets te gaan doen, hè? Ja. Dat vertelde je net bij de radio. Maar ja. Goed, vertel er eens wat over voor de kijkers. Nou, ik heb, dat klopt. Ik heb, eigenlijk was dat vlak voordat ik ziek werd. Oké. Okay. Toen was ik in gesprek in Duitsland voor een tour en dat ging... Dus je ging gewoon Nederland ons eigenlijk ook gewoon verlaten, zeg maar. Ja, uiteindelijk niet. Zou je dan ook over de grens gaan wonen? Of? Nee, dat niet. Okay. Nee, maar kijk, en ik heb had ook nog een... Nee, natuurlijk. Precies, nou, ik heb ook nog een gezin en inmiddels... ja, drie kinderen, zeg ik. En dat is gewoon niet te combineren. Nee. Dus dat, dan zou ik elke week in Zuid-Duitsland zitten. Ja. En ja, dat zag ik dat niet zo niet zitten. Doen, dan, Was wel echt een mooie kans, maar ja, uiteindelijk... Maar kwam je daar in contact met een manager of zo? Of? Ja, dat gaat weer via kom je weer met mensen in contact. Kwam ik met een platenlabel in contact in Duitsland. En dat is best wel een groot platenlabel. Ja. Maar ja, daar hebben we gesprekken mee gevoerd. We waren heel enthousiast en wouden mee dus in een formatie. Een artiest die ging die formatie verlaten vanwege privéproblemen. En nou ja, die plaats die zou ik dan invullen. Was het een band? Of een groep? Een groep als het ware. Het was een act, oké. Okay, ja, okay. Dus dat dan geloof ik wel dat je dan heel veel op moet treden. Ja, je moet alles ook overnemen van diegene. Oh jee, dat is veel werk. Ja. En als je dan een heel gezin ook nog hebt daarnaast. Ja, destijds had ik één dochter, inmiddels heb ik drie dochters. Hè? Dus ja. dat was ook niet gepland, toch? Of wel? Dat een tweeling zou komen. Ja, ik weet niet of het te plannen valt. Maar... Nee, dat is ook een stomme vraag natuurlijk. Maar dat het dan zo komt, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Ja, tuurlijk. We hadden wel een kinderwens natuurlijk. Ja, als het er dan in één keer twee zijn. Ja, je hebt in één keer het hele huis vol. Ja, ik had wel meer doen met het programma, hè? Een huis vol. Ja. Nee, dat was wel echt een verrassing. Ja, ja twee meisjes. Dus ja, maar je hebt ook echt leeftijd voor, hè? Laat we eerlijk zijn. Ja, absoluut. Ja, en het is tijd van mijn leven. Dat is hartstikke leuk. Dat geeft ook heel veel inspiratie. Zo'n kindje, want je ziet ook zo'n kindje groter worden. En allerlei dingetjes doen, hè? Dat je denkt bij jezelf van ja... Wat vanzelfsprekend is voor jou, is voor zo'n kindje dan de eerste keer. En dat is toch best wel bijzonder. En vandaar het liedje Droma. Bijvoorbeeld. Ook, de hoes was ook toch een van je... Droma is een liedje, die heb ik voor Noëlle, mijn oudste dochter, heb ik die echt geschreven. En dat is wel heel mooi natuurlijk. Dat was een liedje die is eigenlijk ontstaan. Ja. Ik had haar net op mijn arm en ik zag haar oogjes omhoog kijken, hè, en het glinsteren. Ja, en je zit toch in een soort van droom op dat moment. Het is je eerste keer dat je vader wordt, dus het is echt bijzonder. Okay. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil hier een liedje over schrijven. Wat wil je nou als vader? Je wilt het beste uiteindelijk voor je kind. Hè? Je wilt dat ze gelukkig is en je wilt dat ze is wie zij wil zijn. Daar moet het liedje over gaan. Mm. En toen is uiteindelijk Droma is er uitgekomen. Er zit een heel mooi zinnetje zitten in. We hadden bijvoorbeeld een schilderij met vlinderstrap. Ja. En daar keek zij naar. En elke keer als ze daarnaar keek, dan werd ze heel vrolijk. Dan begon ze te lachen en dan kreeg ze een beetje van een twinkeling in de oogjes. Ja. Ja. En dat zijn van die momentjes. Een hele korte kleine momentjes zijn extreem waardevol als je er nu naar terugkijkt. En ik dacht, dat wil ik vastleggen. Dus wat je op een gegeven moment... Ik zie de vlinders in je ogen nu je tranen zijn gevlogen. Weet je, dus dat is best wel poëtisch. Maar schrijf je je teksten ook zelf dan? Ja. Oké, okay, dus dat is wel leuk natuurlijk. En hoe heet je vriendin, Julia? Of? Nee. Nee, want je daar ook een single over? Dat was eigenlijk op vakantie. En ik zat een beetje... Ik lag op een gegeven moment aan de zwembad zo. Okay. En ik zat zo een beetje te neuren en zo. En, ik had al een melodie en zo, ik had allemaal in mijn hoofd. En op een gegeven moment... kwam die of zo op een of andere manier. Ik sprong ook op in één keer van zo'n stressbedje, weet je wel. Ding. En ik sprong in één keer zo lucht en ik zeg, Julia! Zo. En mijn vriendin die zei echt, wat heb jij nou? Zo, weet je? Dat komt zo in je op. Zo in één keer. Die kwam in één keer. Ik dacht, dat is de goede naam. En dan schrijf je dat ook zo weg dan, in dat enthousiasme. Op dat punt, zeg maar. Of is het dan als je dat naam hebt en dan of neem je het op een telefoon of zo? Of hoe gaat het zoiets? Sowieso. Alleen op het moment heb je die in één keer die naam, maar ik dacht, ik wil een naam. Ik wil een liedje met een naam. En ja, hoe ga ik dat dan noemen? En Annie en weet je. Nee. Maar allerlei namen. Ja. Maar je vindt de juiste naam niet. En toen kwam op een gegeven moment de naam Julia dus omhoog. En
die paste precies in de melodie en dat klopte. En ja, toen kwam de tekst eigenlijk Ik moet zeggen, dat liedje jullie, jouw single, die wordt hier eigenlijk helemaal plat nog steeds gedraaid. Ook op de playlist. Ja. Zelf draai ik hem ook heel veel, omdat ik gewoon echt goede plaat vind. Echt waar. Ja, en je hoort hem ook nog heel vaak op collega-radiostations. Dus dat is wel heel erg top natuurlijk. En volgens mij heeft hij het ook hartstikke goed gedaan toen de tijd. Ja, zeker, zeker. En ook credits voor destijds producer Niels Linkbeek heeft het gedaan. Okay. Die heeft het gitaarwerk ook echt super gaaf erop gezet. Waar komt hij vandaan? Dat is jouw producer, zeg maar. Nou, die heeft Droma en Julia heeft die gemaakt. Het is wel verder, je eigen tekst ook kan schrijven. Dan heb je het echt helemaal voor jezelf. Hè? Dat je gewoon dan de tekst schrijft. En dan heb je eigenlijk gewoon als zo'n nummer dan hier bij de Verlossen zoveel gedraaid wordt, zeg maar, dan is dat fantastisch. Dan geef je gewoon echt een goede boost of zo. Ja, bijvoorbeeld jij bent als de Zoom heb ik dan ook zelf geschreven. Ja, die was ook echt top. En hoe dat dan eigenlijk gaat, is dat in eerste instantie zegt, ja, kom jij maar met een tekst. Weet je? Ik had een liedje, jij bent als de Zoom is een cover van een Mexicaanse band. En destijds ben ik naar Edwin gegaan en heb tegen Edwin gezegd van, maak dan maar een tekst op en we gaan dit liedje doen. In Holte bij Verhoeven. Ja. En precies. Toen kwam hij met een tekst en daar had ik. Soms heb je wel eens dat een tekst komt en dat past bij je. En de tekst waar hij mee kwam was op zich een goede basis, maar ik kon me er niet echt helemaal mee identificeren. En toen zat ik op mijn werk. Ik ben programmeur voor het dagelijks leven. Programmeer ik nog. Op dit moment doe ik dat in Enschede in mijn bedrijf. En het is heel technisch allemaal. Ja, ja. Maar ik zat achter mijn bureau en toen was ik ook weer met tekstjes bezig, met die melodie. En nou ja, ik had zijn volgorde als het ware een beetje. En daar ging ik op doorbeduren. En toen kwam er eigenlijk een hele nieuwe tekst. Ja. Met dat liedje heb ik eigenlijk een beetje geleerd hoe ik teksten moest schrijven. Oké, okay. Ja, dat is wel heel mooi. En sindsdien ben ik steeds meer zelf aan het schrijven. Maar kennen jou ook nog natuurlijk allemaal. Dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Maar je hebt een keer een Sinterklaas heeft Ja, zeker. Ja, ik kan niet zeggen waar je was. Maar daar kijken natuurlijk ook kinderen. Maar in ieder geval, je hebt een Sinterklaas heeft gehad. Maar volgens mij is dat ook een gouden plaat geweest toen de tijd, of niet? Ja, kijk, ik ben heel goed bevriend met Sinterklaas. En maar die kwam ook van Edwin Voevelaar ook, hè? Ja, kijk, Sinterklaas die vroeg aan mij. Die kwam ook mee toen, zeg maar. Nou, we hebben af en toe telefonisch contact. Ja. Maar die vroeg aan mij van, hey, kun jij een liedje schrijven over Sinterklaas? Want dat vinden we leuk, hè? Hij heeft natuurlijk, in Nederland zitten een heleboel bakkers. Ja. En die maken allemaal lekkernijen, hè, tijdens Sinterklaas. En ja, eigenlijk was dat een cadeautje voor de bakkers. Hè. Mm. En die bakkers die gingen uiteindelijk die single dan weer weggeven, als het ware. Ja, en zo ontstaat en dan dat een eigenlijk boost. Een beetje. Ja, precies. Nou, wel heel gaaf, toch? Laat ja, ik dus het is. Nou, hoeveel is die verkocht dan? Hij is wel echt goud, toch? Zeker. Er zijn 40.000 exemplaren. Jeetje, en hij is goud en platina geweest. Lekker. Dus dat is lekker. Ja, dus dat was wel leuk. Nummer 18 in de top 100. En zo'n liedje komt natuurlijk elk jaar weer terug, laten we eerlijk zijn. Nu niet meer. Nee, wat hier niet meer? Rond Sinterklaas? Nee, dan draai ik hem dan met Sinterklaas. Er zit natuurlijk een bepaalde term in die erg discutabel tegenwoordig is. Ja, niet iedereen vindt dat prettig. En dat zou misschien de reden zijn waarom ze in één keer veel minder zijn gaan draaien. Ja. Ik zie op Spotify geen verschil. Alleen op de radio zie je het wel echt dat het eigenlijk een beetje geboycott wat noem ik dat maar. Okay. Dat heeft gewoon die reden, denk ik. Maar zoals Jij bent de zomer is ook een liedje wat eigenlijk weer terugkomt. We gaan weer langzaam nu de zomer. Ja, we zitten nu net bijna in april. Dus we gaan langzaam weer het mooie weer in. Dus dat is ook weer een liedje wat wel weer goed gaat doen. Ook al op de radio. Dus dat is alleen maar mooi. Maar nu is mijn brandende vraag op mijn lippen. Komt er een nieuwe single dit jaar? Het is natuurlijk coronatijd, is lastig, weet ik. Maar ja, wij wachten wel op een nieuwe single, Michael. Je moet wel eigenlijk een keer ergens mee komen, want we kunnen niet wachten bij de radio. Er zit iets in mijn hoofd. Oké, vertel. En er zit ook. Wat wil je me vertellen? Nee, helemaal niks. Nee, soms kan het in één keer eruit schieten. Daar heb ik alweer een nieuwtje. Er kijkt misschien ook iemand die heel veel van mij houdt, waar ik dit jaar mee ga trouwen. Oh, dus, ja, daar heb je verteld. Dus het lijkt me wel leuk om daar misschien iets mee te gaan doen of zo. Maar ja,
het zou ook wel leuk zijn dat het een beetje een verrassing bleef natuurlijk. Ja. Dus je weet het nooit, maar ik heb wel, als ik liedjes uitbreng, dan wil ik dat wel altijd naar de mensen toe brengen. Ja. En dat kan nu gewoon niet. Dus daarom houdt het mij eigenlijk tegen om op dit moment muziek te maken. Ik vind dat gewoon, ik wil gewoon... Ik ben een hartstikke goede zanger en je hebt echt een superstem, want dat weet ik. Want ik ken jou echt van heel jong, zeg maar. Ja. Omdat mijn broer in het geluid ook zat en zo. Ja. En toen van de regionale artiesten. Dan was jij natuurlijk ook altijd bij die optredens. Dus dat is echt hartstikke top. Ja. Maar ik heb je wel zien optreden. Dus echt, daar kan ik ook niet tegenop. Dat is echt een wereld van verschil. Maar ik heb ook een hele andere stem natuurlijk. Maar misschien klinkt het samen wel heel mooi. Dat kan ook wel. Want ik zit heel laag. Hè? Dus, dat kan ook nog. Ja. Wie weet? Nee mensen. Dat moet ik allemaal nog overleggen. Dat komt. Ja, zo natuurlijk. Nee, maar we blijven je gewoon volgen natuurlijk. Ja. En ik hoop wel dat er een keer wat uitkomt. Want ik kan niet wachten. Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk. We gaan vanzelf wel iets bezig. We gaan ook een liedje maken die wederom weer echt op mijn leven en op mij aansluit. Want dat vind ik wel belangrijk. Nu komt er weer een nieuwe fase. Hè? Ik ga trouwen. Dus dat is ook weer iets bijzonders. Zeker. Maar misschien dat daar wel weer, mocht ik net de juiste term vinden. Dat ik denk van, dat past. Ja, dan kan het best zijn dat zo'n liedje nog uit gaat komen. Ja. En maar wat ik wel belangrijk vind is, de commerciële liedjes zullen echt nog op zich blijven wachten. Zoals Julia en Jij bent als een zomer. Dat soort nummers. Ja, die ga ik wel weer uitbrengen. Maar in het verleden, ik ben overal geweest. Hè. In Duitsland heb ik veel opgetreden, maar ook in België bijvoorbeeld. En wat ik het allerleukste vond altijd, is dat ik die auto instapte. En er was altijd iemand met me mee. En we gingen gewoon die autobaan op. En we chasten gewoon 4 uur richting België. Ja. En dan kom je daar. En dan zijn die mensen zijn daar allemaal. Die staan eigenlijk allemaal op jou te wachten. En je komt daar, je gaat tussen die mensen staan en je geeft die een knuffel en die een kus en die wil met je op de foto. Ja. En weet dat is het mooiste van het artiestenvak natuurlijk. Ja, gewoon onder de mensen zijn. Dat is gewoon het leukste. En dat de mensen zoveel respect voor jou hebben als het ware. Hè? Maar dat kun je dan ook weer teruggeven, weet je. Hey, hoe lang ben je al bezig, Michael, met het zingen als zanger, zeg maar? Want mag ik jou een volkszanger noemen? Hoe moet ik jou zien als zanger? Ja, het is ook een beetje popmuziek. Ja. Maar je hebt ook een keer een hele leuke plaat gemaakt, wat ik weet. Dan moet ik heel even nadenken hoe dat heette. Daar ben ik even niet heel goed op voorbereid. Maar er was een liedje wat ook echt... ik weet het weer, Komma Baby. Ja. Dat was ook een erg goede single. Die toen ook, toen de tijd, volgens mij, ik weet niet, weet je uit Joop wanneer die uitkwam, toevallig? 2008 of zo. Ja, maar dat was echt wel een plaat waarvan ik dacht van dat het echt een hit ging worden. Dat is echt, maar volgens mij heeft hij ook wel heel goed gedaan. Heeft ook heel goed gedaan, ja. Destijds ging ik heel veel met Willy Oosterhuis, met de regiotap. Wij gingen op een moment ook een hele tour doen in heel Nederland. Gezien, met Mooi Vark en René Kast. En toen was René was eigenlijk nog niet zo bekend als dat hij nu is. Nee, Bouke was erbij. Wij gingen met zo'n groepje, gingen we eigenlijk het hele land super, door. Dat is super. En dat was een hartstikke leuke tijd. Ja. Ik heb het, als ik Willy tegenkom, heb ik het af en toe nog wel eens over. Weet leuk je nog wat toen? En kun je dit nog herinneren? Dus dat, maar hoe lang zing je nu ongeveer? Ik denk een jaar of 15, zoiets. Zo, dat is lang. Weet je, in welk genre je mee dan moet gieten? Ja, ik denk dat ik gewoon echt een muzikant ben. Ik vind eigenlijk alle soorten muziek leuk. Ik heb periodes gehad, en dat is nog niet zo lang geleden. Ik heb ook een hele tijd bijvoorbeeld in een band gespeeld. Hè, een concert gegeven op een gegeven moment met een band. En daar speelden we eigenlijk alleen Engelse muziek, rockmuziek. Vond ik fantastisch om te doen. En vooral als je dan met die gitaren en met die drums. En vind ik geweldig. Ja. Ik ben echt een muzikant. Gewoon, ik hou van die muziek. Ja, en of het dan folks is, of dat het dan pop is of rock. Dat maakt me niet zo heel veel. Blues vind ik bijvoorbeeld ook fantastisch. Waar ik alleen niet zo leuk vind, maar dat is mijn persoonlijke smaak. Ik heb niet zo heel veel met accordeons. Oké. En dat is wel iets typerends voor Nederlandstalige muziek. Ja, daar heb je wel gauw natuurlijk. Ja, dat zie je ook eigenlijk in mijn liedjes die wat ik nu maak. In het verleden heb ik dat wel eens gedaan. Ja. Maar in de liedjes het hele volks is niet echt iets. Je bent meer toch wel volkspop, laten we het zo noemen. Ja, beetje er tussenin. Het is toch meer gitaren. Ik ben gek op gitaren. Ja. En vooral als het echt mooi op de plaats zit, gitaren. Ja, drums vind ik echt mooi. Dus ik ben wel echt een beetje iemand die. Daar mag best wel wat pit in zitten. Ja. Misschien kun je het beste vergelijking trekken. Als je dan een vergelijking wil trekken met
En misschien Jeroen van der Bom eigenlijk. Ja, ja, zo beetje, zie je ook wel een beetje. Thomas Berger, die kant uit. Een beetje die stijl, ja. Thomas Berger. Ja, laten we zeggen, Michael. Laten we zeggen, we plakken er dan 15 jaar vast. Ja, en maar ik ben nog wel... Kijk, Jeroen van der Bom is dan de A. Thomas Berger misschien ook ergens daar, hè. En hier is ergens de D. Ja, maar waar nog niet da, eerst da, kan nog komen. Daar zit ik. En mijn doel is dan nu net zo'n stapje hoger te komen. Nou, en dat doe je gewoon door... Eén hit en je bent er, jongen. Ja. Zo is het ook. Ja. We gaan je blijven volgen. Gaat allemaal goed komen. Waar kunnen mensen jou volgen en opzoeken? Internet, hè. Je kunt gewoon op Facebook, Instagram, hoe heet al die platforms toch? Ja. En een website? Website. Kun je zo kijken. www.michaeltenvoren.nl. Ja, top. Hou Michael ten Voren in de gaten. En het gaat allemaal goed komen bij deze jongen. En jij gaat ons in de gaten houden en op de hoogte houden wanneer jouw nieuwe single is. Zeker. Of wanneer die überhaupt uitkomt. En dan hoop ik je snel weer hier in de studio te mogen ontvangen. En ik hoop dat je het leuk vond vandaag. Ja, absoluut. Top. Mag ik jou bedanken? Ja, jij ook, hè. Oké, man. Dankjewel. Joop.